Steenbergen uit, Steenbergen. En hij is weer vertrokken, de nummer 7. Tot ziens! Het is Andries Wilkens met de MR2. Hij won al 2 maasjes en als er geen stuurboot of mechanische problemen komen, mag hij ook de 3e maas. Maar het is net, het lijkt knooppunt Hoeflaken wel. Als een bord spaghetti. Een kluwende rijder en in nummer 7 is inmiddels alweer uit het zicht verdwenen. Deze MR2 die rijdt op een glorieuze wijze natuurlijk, maar de nummer 77 is Jan de Rozema uit Grollo en nummer 78 Erwin Hooman uit Ieden. Erwin Hooman onder nummer 78 op dit moment op P3, de eerste blauwe machine. Maar die wordt dadelijk mogelijk overstoken door nummer 22, maar de man uit Ieden houdt het gaatje mooi dicht. En dat is die nummer 78, Erwin Hooman. En nu gaat die buiten op Erwin Hooman nog steeds op P3, maar P2 zit er aan te komen. Dan is hij weer kwijt, want de nummer 22 is Erwin Alma, Wieger Alma op dit moment op P2. En dan is het Erwin Hooman op naar de 3e positie. En Erwin Hooman wil natuurlijk meer, hij wil proberen natuurlijk ook die 2e plaats te gaan pakken. Erwin Hooman onder nummer 78. De vlezige knuisten omklemmen het stuur. En het is natuurlijk die nummer 78 op dit moment naar een 3e positie weer teruggebracht. Laatste ronde voor de nummer 7. Managers, de nummer 7, Andries Wilkens uit Coostermille. En de nummer 78 hier uit Ieden. Hij draait nog goed mee op een 3e positie. Op een 3e positie de man uit Ieden. Er zijn rijders die ontwijken de kuilen, die gaan buiten om te versnellen. Uit Pijzen, die begrijpt het. Want al de mensen met een pilsje in de hand die schreeuwen om meer vaart, om meer modder in het bier.